Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel Brasserie Verhoeven, Café de Preek en Partycentrum Marketplace. De deuren sluiten, es geht los. Are you ready? Runtje Kermis. Ja, het is vandaag zover de beoordeling van deze deskundige jury. En meneer De Winter, u bent er een van. Wat vond u ervan? Ik vond het een geweldig mooie kermis met schitterend mooie attracties. Ja, en hebt u ergens in gezeten? Nou, ik heb in verschillende gezeten. De Nightlife, geloof ik. Nightfly. Nightfly, dat ding, die grote zweefmolen en in de Mach 5. Geweldig. In de Mission Space en Mach 5. Ja, ja, ja. Dat zijn uw favorieten. Ja, geweldig, geweldig. En hoe zit dat bij Dory Arts? Ja, die heeft ook in van alles gezeten. En echt waar? Aangezeten, ja. Aangezeten ook? Aangezeten. Vertel eens, waar heb je aangezeten? Nou, aan die man, hè? Aan deze man. Ja, want het zijn leuke mannen om mee op stap te gaan, hè? Ja, daar ben je echt een avond mee zoet, hè? Ja. Heel leuk, ja. Nou, meneer De Laak, wat vond u ervan? Nou, ik vond het hartstikke geweldig. Ronald pakte de hele spannende attracties. En ik mocht de draaimolen doen, touwtje trekken. Ik heb ook een hele leuke avond gehad. Echt. Heb je ook leuke prijzen gewonnen? Of? Ja, ik heb hele leuke prijzen gehad. Heb ik allemaal een haar gegeven. Ja, die heb ik allemaal gekregen. Borden gooien. En borden gooien. Borden gooien. Borden gooien. Ja, dat mag je thuis natuurlijk niet, hè? Borden gooien. Nee, borden gooien mag ik thuis niet. Nee. Nou, even voor de vrouw van meneer De Laak. Er wordt geen borden gegooid thuis, maar wel op de kermis. Nou, zullen we dan maar, want de bedoeling is eigenlijk, we lopen nu naar de attractie toe, toch? Ja. Dan gaan ja. we... En dan, of ja, wat voor prijzen hebben we eigenlijk? Wat voor categorieën? Oh, nou, dat weet Pascal. Nou, maar die is even bezig. Nee, maar ik weet het wel, ik weet het wel. De grote attracties, de volwassen attracties, vermaak, horeca en een kinderattractie natuurlijk. Nou, ik zou zeggen mensen, met de wethouder, want die is er ook bij, meneer Vonk. We gaan nu naar de eerste attractie toe. Van de oefenspelen, beste attractie, de eerste prijs gewonnen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele felicitatie waard. Dus van harte proficiat. Proficiat. Deze die is uiteraard voor jullie. Dankjewel. Als je ziet. En de jury zal uiteraard ook even toelichten waarom dat jullie de eerste prijs gewonnen hebben, Dory. Want het is niet zomaar een zaak van oefenspelen die de eerste prijs te pakken heeft. Nou, wij vinden het zo leuk dat je hier dingen kunt doen die je thuis niet mag doen. Borden kapot gooien. En dan wordt niemand boos. Nee, het is juist leuk als je het goed doet. Leuke prijzen, vriendelijke bediening. Dus wij vonden het een topattractie. Korte reactie, wat vindt u ervan? We zijn er heel blij mee. Ik ben heel leuk. En hebt u al vaker prijzen gewonnen? Nee, dit is de eerste. Echt waar? Ja. Nou, helemaal te gek, toch? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Business. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it hot when Mama Rock can shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it. Andale, oh, you know we got it. That's why we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Ole! Soy
zo. En ondertussen gaat de marktmeester, de kermismeester met het winkelwagentje naar de volgende attractie. Nou, ga maar mee. Hier met z'n allen om jullie heen staan. De jaarlijkse prijsuitreiking, dat mag duidelijk zijn. En we hebben natuurlijk ook voor de horecazaken een prijswinnaar moeten kiezen. Nou, er is een hele deskundige jury aan de slag geweest om dat te gaan beoordelen. Dat is niet niks, want er zijn heel veel horecazaken dit jaar op de kermis. Nou, en als je dan als winnaar uit de bus kunt komen, dan is dat toch wel een hele bijzondere prestatie. En nou het commentaar. Nou, wat is er mooier om een midden in Uden een Tiroler tent hebben met al die muziek, lederhozen. We hebben al verbintenis met de gemeente Uden-Lipstad. En nou Uden-Tirol, het kan niet mooier. De sfeer met de mooie attractie omheen. Met een biertje en een hapje en een natje. Het is jullie oprecht verdiend en we hopen jullie nog heel veel jaren te mogen begroeten op de Udense kermis. Nou en zij is al jaren is hier. Onze eigen Chantal met aanhang. Nou, je broertje is even in Tilburg. Maar jij bent hier bij ons. Nou, wat vind je ervan? Ja, ik ben heel erg trots dat we deze prijs hebben gekregen. We doen ieder jaar ons best om er iets moois van te maken. En dan is het toch leuk dat het ook gewaardeerd wordt in zo'n prijs. Ga je nu Michel bellen straks? Of? Ja, gelijk. Nou, ik ga je ook feliciteren. Hartelijk gegund. En u ook gefeliciteerd. Dank u wel. Nou, dames en heren, leuk. Tweede prijs. Nou, heel veel lezers van Kliknieuws hebben op jouw attractie gestemd. En ik vind het ook eigenlijk helemaal terecht. Dit is een super attractie, hebben wij ervaren. En je kunt op verschillende hoogtes heel veel zien hoe groen Uden is. Ja. En je kunt heel ver wegkijken als je helder weer hebt. We hebben er een keer 's maandags in gezeten. Toen was het volgens mij slecht weer, ja. Maar we hebben er zaterdags of vrijdags in gezeten. Heel helder weer. Kun je in Den Bosch die grote toren zien van de provincie. Ja, juist, Dorrie. Dankjewel. En geweldig ver kijken. Het lijkt heel eng voor mensen die hoogtevrees hebben. Ik heb ook hoogtevrees. Ik heb er diverse keren in gezeten. Fantastische attractie. En mooi verlicht 's avonds. Ja. Nou, proficiat. Hartstikke bedankt. Zo, nou neg ik even. Wat vind je ervan? Ja, super. Super. Mooiste prijs om te winnen, de publieksprijs. Ja. En wat vindt u ervan om in Uden te staan voor de tweede keer alweer, hè? Ja, het is de tweede keer. En ik denk dat de publieke belangstelling net zo goed is als bij de eerste keer. Dus dat is altijd goed. I got that Coca-Cola bottle shake, shake, shake. But how much cola can your body take? Zijn, maar je bent in de prijzen gevallen. En wel voor de allermooiste, allerbeste kinderattractie op deze Udense kermis. En dat is natuurlijk een hele eer, dat is iets hartstikke moois. En ik wil graag de prijs overhandigen, maar ik denk dat nog. Nou, ja, dat als een van de juryleden, want we hebben een driekoppige jury, Roland, Dorrie en Roland de Winter, die staat daar. Die hebben alle attracties beoordeeld. En ik denk dat het goed is als Dorrie eens even aangeeft waarom dat deze attractie nou de allermooiste, de allerbeste kinderattractie is geworden. Nou meneer, wat wij nou zo bijzonder goed vinden aan jouw attractie, is dat je kinderen laat bewegen. En er zijn veel te veel kinderen die alleen maar zitten, of die iets heel luis zitten te doen. En bij jou kunnen ze iets heel leuks doen en meteen ervaren hoe leuk het is om goed te bewegen en hoe gezond. En daarom zijn wij in Uden zijn wij heel erg bezig met gezondheid en gezond bewegen. En dit is er een heel mooi voorbeeld van. En kinderen die hebben er lol in en die denken wij willen nog meer bewegen. En dat komt door jouw attractie en dat vinden wij een topreden. Wat vindt u ervan, de prijs gewonnen te hebben? Ja, super. Makkelijk zat. Daar ben je altijd, hè?
Als dat de mooiste attractie vindt, het leukste, ja, dan ben je altijd gelukkig. Ja, is precies. En wat vindt u van de Udense kermis? Helemaal af. Ja, geweldige marktmeester, gewoon een mooie kermis. Gemaakt met het uitdelen van alle kermisprijzen. En we hebben de publieksprijs gehad, de kinderprijs van de kinderattractie, de horecaprijs, maar we hebben uiteraard ook een prijs, niet onbelangrijk, van de grootvermaakzaken. En Dirk, jij als bedrijfsleider van deze prachtige zaak mag die prijs in ontvangst nemen. Een geweldige attractie. En ik zou heel graag ook, want ik ben zelf niet onderdeel van de jury, maar we hebben een driekoppige jury. Dorrie As, Roland de Laak en Ronald de Winter, die hun best gedaan hebben om, om de prijzen te vergeven en de attracties te beoordelen. Nou, Ronald is inmiddels de spektakeldeskundige geworden van de Udense Kermis. En ik wil jou uiteraard van harte feliciteren met de eerste prijs. En ik denk dat het heel goed is dat Ronald dus vanuit zijn deskundigheid vertelt waarom dat jullie nou de grootvermaak van de grootvermaakzaken de eerste prijzen gewonnen hebben. Dus Ronald, dat mag jij vertellen. Ja, het is echt een beleving om daarin te zitten. Het is een geweldig mooie attractie. De klantvriendelijkheid is perfect. Mensen worden goed geholpen. De attractie op zich is een belevenis op zich. Geweldig mooi om daar mee te maken. Om die Mach 5 mee te maken. En dan 's avonds, als je dan rustig thuis zit en je ziet van afstand jullie attractie. Geweldig mooi hoe die lichtjes zijn. Zelfs als hij stilstaat, hoe mooi dat is. Genieten, dat is echte kermis. Dankjewel, veel proficiat. Dankjewel. Ik mag hem nog even zo veranderen. Hey, ik pak hem rechts. Van harte proficiat. En de oorkom is voor jou. Nou Dirk, wij kennen elkaar inmiddels al heel goed. Met het opbouwen, je had een klein ongelukje gehad in Best. Maar nu weer de mooiste prijs van de kermis. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het geweldig dat we dit in ontvangst mogen nemen. Ondanks dat het veel moeite kost om alles netjes te houden, toch ook voor mij. Ja, tot het toch voor ons mogelijk is nou. Ja. Nou, heel hartelijk gefeliciteerd. Dus geef een mooi plaatje, hè? Dat komt zeker goed. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila. Hasta Rumania, tú sabes que esto es maquia. Hoy junto ahí en el negocio es mi alias. Tranquila, que tú no se fila. Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina. J to the B, I double N, follow my game. You know we don't play. La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar. La fiesta apenas comienza y la gente grita. No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. J Balvin, Ina, la combinación mundial. Nou, dit was het, dames en heren. Hoe vonden jullie het? Oh, ja, dat willen we niet missen, Roland. Nee. Dit was een van de mooiste kermis. Ja. Echt waar? Ja, echt waar. Echt waar. Zes jaar geleden hebben we met z'n allen ook in de jury gezeten. Maar dit was echt de overtreffende trap. Fantastisch. En Dorrie, want als enige dame. Nou, wat ik vooral zo leuk vind, is de blijdschap van die mensen als ze die prijs hebben gekregen. Ja. Zo leuk. En ze hebben het ook dik verdiend. Ja, want ze werken er ook hard voor allemaal, hè? Heel hard. Ja. Echt heel hard. Ja, die werken knetterhard. 24 uur per dag. Dadelijk is het afgelopen, of tenminste zondagavond. En dan staan ze woensdag staan ze alweer ergens anders. Geweldig hoe hard die mensen werken. Even nog als laatste vraag. Wat vind je van u de kermis, Dorrie? Nou, ik vind hem top. Hij is echt geweldig. Als hij een cijfer krijgt, wat krijgt hij dan? Ja, een 10. En van Roland? Nou, van mij ook een 10. En 10 dagen doen. Ja. Nou. En andere Roland? Ja, een dikke 10, jongen. Een dikke 10. Heel veel plezier nog vandaag. Hè? Toi, toi, hè. Hoi. Nou, en wij sluiten af. Dit was Rundje Kermis. Morgen is het Roze Vrijdag, hè? Pink Friday. Dan gaan we allemaal in het roze. Ben jij er ook? Ja, ik ook. En komt u ook, meneer De Laak? Nou, als ik jou plezier doe, dan kom ik wel, jongen. Nou, tot morgen. Are you ready? Are you ready?
Rundje Kermis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel Brasserie Verhoeven, Café de Preek en Partycentrum Marketplace.